they're looking on it. Goedemiddag allemaal, welkom op de eerste viering van 50 jaar Urania, 1969-2019. En er zijn wat discussies, of er waren wat discussies, hè. Wanneer gaan we dan nu vieren? 2019-2020, want de start, 1969-1970, dat was voor allebei iets te zeggen. Dan hebben we gedacht, we gaan dat opdelen in tijdspannetjes van 10 jaar. En dan kunnen we 5 keren vieren, dan heeft iedereen gelijk. Nee, 69-70, zoals ik zei, allebei kloppen. De eerste 10 jaar, daar gaan we het specifiek vandaag over hebben. We zijn gaan grasduinen in de archieven, in oude foto's, oude briefwisseling, al wat dat we hebben kunnen vinden, krantenartikels, krantenarchieven. En samen met de herinneringen van een aantal oud-gedienden die hier vooraan zitten en ook nog een aantal die in de zaal zitten, hebben we getracht van die eerste 10 jaar een beetje te reconstrueren en om u ook een idee te geven van hoe die volksterwacht hier eigenlijk gekomen is. Want je zit hier in een wijk in Hoven, wie komt er in godsnaam op het idee om hier een volksterwacht neer te poten met een toren? Daar gaan we het een beetje over hebben. Nu, om even te duiden, de tijdsgeest 1969, wat zegt ons dat? 1969, eerste vlucht van de Concorde. De waterlating hier beneden van de QE2, de Queen Elizabeth II. Eddy Merckx die in de eerste ronde van Frankrijk wint. 4 langharige Beatles die in Liverpool een zebrapad oversteken en die in het collectieve geheugen blijven hangen. En het eerste optreden van Bert en Ernie in de Sesamshow. Dus 1969 was een gedenkbaar jaar. Maar ik denk toch het beeld dat het meest iconisch is en dat blijft hangen bij iedereen, dat is de eerste maanlanding. Apollo 11. Armstrong die als eerste mens voet op de maan zet. Nu, dat was 1969, maar natuurlijk daar ging ook wat aan vooraf. Hè? Voor Apollo 11 kwamen Apollo 10 en Apollo 9 en Apollo 8. Nu, heel die rat race in de ruimtevaart, die heeft de interesse bij veel mensen in ruimtevaart, in sterrenkunde, toen wel aangemoedigd. En dat was ook hier het geval. En dat zijn een aantal factoren die eigenlijk de aanleiding hebben gegeven of de stimulans waren om hier iets te starten. En ik denk, degene die daar van in het begin bij was en daar het meeste kan over vertellen, is Egon. Egon had ik hier een aantal zaken bijzit die leiden tot die volkssterrenwacht Antwerpen, want van Urania was nog geen sprake als naam. Dan hebben we het inderdaad over die eerste maanlanding die de interesse voor ruimtevaart en astronomie aanwakkerde. Maar een aantal andere zaken, zoals hier onderaan, Pater Pierarts, Jos van Limbergen en hier VVS Antwerpen. Ja, als jij dan misschien een beetje kunt duiden hoe dat allemaal hier samen gestart is in 1969. Ja, inderdaad, er was een voorgeschiedenis. En die voorgeschiedenis gaat over Jos van Limbergen, die hier in de buurt, in Hoven en omgeving, al heel veel voordien informatiesessies organiseerde, waarnemingsavonden op de hoeken van de straten, gewoon met een persoonlijke telescoop. En daar heel veel succes mee had. En onze allereerste voorzitter, meneer Van Gaal, diegene die bovenaan de tweede foto, links dan toch, naast Van Limbergen, die was zo enthousiast dat hij daar ook nog iets wilde mee doen, als bleek dat Van Limbergen zelf wat oud aan het worden was, minder enthousiast. Maar hij moest dat overnemen. En wat hij daarmee wilde doen, is een soort volksuniversiteit.
oprichten. Niet alleen sterrenkunde, maar ook biologie en geologie en zelfs wat medische wetenschap en dat soort dingen. Een hele lijst was er van verschillende disciplines waar hij iets wilde over gaan doen. Uiteraard, dat is ook op zo gestart en uiteraard was die ruimtewedstrijd die toen aan gang was en die resulteerde in de Apollo 11. Dat was al een paar jaar aan gang. Er was heel veel belangstelling. En samen met VVS, die toen de Vereniging voor Sterrenkunde hier in Antwerpen vertegenwoordigde, samen met de VVS dan, konden zij hier reeds heel wat cultuurcentra en parochiehuizen en dergelijke bereiken waar ze filmen konden tonen over al die ruimtevluchten. Want in die tijd had Urania vermoedelijk samen met VVS een akkoordje met de Amerikaanse ambassade. Want alleen hier kon dat. Hè. Niemand anders kreeg die filmen. En ja, misschien zijn die er nog, die filmen. Hè. Die moeten, oké, okay, 8 mm of zoiets. Dat is voor de volgende viering. Ja. In heel die sfeer was een cursus sterrenkunde direct redelijk populair. Er waren vakantiecursussen, maar daar gaat u zelfs nog iets over vertellen. Hè. Ja. Mijn bijdrage. Ja, oké. Okay. Zijn idee Volkssterrenwacht was niet zomaar uit de lucht komen vallen, want er was al, en daar is daar net op gewezen, Pater Pieraars, die was al een Volkssterrenwacht begonnen in Grimbergen. En het was vooral het feit dat dat dus kon lukken, hè, dat meneer Van Gaal met dat idee van een volksuniversiteit rondliep en zo, dat hij dat is echt kunnen beginnen, durven beginnen, en duidelijk wel met steun toen, misschien nog, dat weet ik niet, van de dekenij vanuit Kontich. Dus hij kon heel wat presteren daarin. En dus, ja, de allereerste dingen waren vakantiecursussen en zo. Maar ik denk dat dat een verhaal is waar je verder over gaat. Hè? Dank u. Nu, het is inderdaad zo, VVS, Provinciale Afdeling Antwerpen, die zat hier ook wel mee in de picture. Provinciale voorzitter destijds, Frank Voet, woonde hier vlak achter de hoek. En hij organiseerde niet alleen hier, ook in Antwerpen, auditorium van General Motors en dergelijke, die vertoningen van die NASA-films. Maar ook hier, in de Rodenbachschool in Hoven heeft hij dat gedaan. En ook hier, in wat dat nu het schooltje nog is hiernaast, want dit gebouw bestond er nog niet. En een van die eerste activiteiten die hier doorgingen in de parochie, was weekend 22-23 april 1969. Dus we zijn op één dag na, exact 50 jaar na, de allereerste activiteit hier ter plaatse die aanleiding heeft gegeven tot de oprichting van die Volkssterrenwacht. Nu, dat was lente, voorjaar 1969. En dat komt al vlug in de picture, in de krant. Hoven kijkt enthousiast omhoog. Twee artikels, twee dagen na elkaar, een vervolgartikel over sterrenhobby, over wat de Vereniging voor Sterrenkunde allemaal doet en over een cursus die hier gaat georganiseerd worden in de zomer. De vakantiecursus, de allereerste vakantiecursus. En dan was er iemand die, of er waren er veel, die dat gelezen hadden, die erop ingetekend hebben, die vakantiecursus gevolgd hebben. En we hebben gelukkig nog iemand van de vaste medewerkers, lang geweest van de Sterrenwacht, die hier ook aanwezig is, die als eerste, of een van de eerste cursisten van de vakantiecursus eruit gekomen is, ook als primus inter pares van het soort examen dat nadien moest afgelegd worden. En dat is Edwin Goffijn. Ik denk dat Edwin iets meer vertelt over die vakantiecursussen. Wat die vakantiecursus is niet de eerste activiteit, dan toch denk ik voor velen de belangrijkste. Alleszins voor mij, want dit artikel, wij waren geabonneerd op de Gazet van Antwerpen, trok mijn aandacht vooral dit. Nu, een paar weken geleden bij het samenstellen van deze presentatie is nog een ander document tevoorschijn gekomen. Ik denk de volgende. De linkse, dat is een brief die vanuit de VVS, afdeling Antwerpen, is opgesteld waarin die vakantiecursus wordt aangekondigd. U kan hem perfect lezen. Lessen starten op donderdag 3 juli. Lesgever is de heer
Bonjean, Frans Bonjean. Pardon. Prijs staat er ook ergens bij, 20 frank per les, hier, daar. En gelieve voor 28 juni in te schrijven. Ik vermoed, of ik ben zo goed als zeker, dat die brief naar de kranten is gestuurd. En zo goed als zeker naar een aantal middelbare scholen in de wijde omgeving van het Antwerpse. Misschien rechtstreeks naar de leraar aardrijkskunde. Vergeet niet dat, dat cosmografie een onderdeel was van aardrijkskunde in het middelbaar. Nu nog misschien, ik weet het niet. Hoe dan ook, het is dat krantenartikel, Jeff, de vorige terug. Die brief is gedateerd 16 juni. Dit dubbele artikel is gepubliceerd 26 en 27 juni. En wat mijn aandacht toen trok, was dit, hier is het een beetje vergroot, dus weer de aankondiging van de vakantiecursus. De dag daarop heb ik direct een brief gestuurd om mij aan te melden. Als ik hem nu lees, is heel bombastisch en langdradig, maar dat was de stijl toen, denk ik. Ik zal het nu wat korter schrijven. Terug de vorige. Ja, die daar. Dus voor mij was dat een zeer belangrijk evenement, die vakantiecursus. En voor, ik schat, 40, 50 andere mensen ook. Want dat was de directe reden waarom ik hier mijn eerste stappen heb gezet en hopelijk nog niet de laatste. Maar je was al bezig met sterrenkunde. Ik was een klein 2 jaar ervoor geïnteresseerd geraakt in sterrenkunde op zich. En ik had zowat alle boeken verslonden die de Stadsbibliotheek op het kiel... In uw brief staat ook, staat ook dat je een brillenglaskijker al had. Dus je had al een telescoop gekocht. Nee, gemaakt. Gemaakt. Een brillenglaskijker wordt gemaakt van een brillenglas, een dubbelbol. En mijn vader had nog zo eentje liggen. Zo groot ongeveer. Brandblusser staat 1 meter. En met behulp van kernen van wc-papier, die kartonnen kernen, past er daar perfect in. Nog een kern van een andere rol, weet ik al wat, hebben we dus een voorlopig kijkers in elkaar, zo'n beetje à la Galilei. En daar heb ik dus mijn eerste waarnemingen mee gedaan. Nu, die cursus zelf, ik denk de volgende, geeft het programma. Ja, dus als antwoord op mijn brief kregen we dat toegestuurd, zo'n alcoholstencilafdruk. Met het programma. U merkt, er waren 10 lessen. 10 lessen. 1 en dezelfde lesgever, Frans Bonjean. En de onderwerpen staan daar: materie, ruimte, tijd, ontstaan van het heelal, waarnemingsinstrumenten, etc. Dus Frans Bonjean, dat is hem, hier in het midden, naast Jos van Limbergen. Die gaf dus heel die cursus in het lokaal waar Jeff naar geweest, wat nu de kleutertuin is, tussen de toren en de straat. Ik herinner me daar bitter weinig van, maar ik schat dat er dus 40, 50 cursisten toen aanwezig waren. En na die cursus, op het einde, dat was dus eind augustus, begin september, was het niet gedaan. Ik geloof de volgende geeft dan een programma. Er waren toen al plannen gemaakt om een aantal voordrachten te geven over verschillende onderwerpen. Die begonnen vanaf september. Er was ook gepland van in oktober, november, een aantal andere geïnteresseerden, die ook al, zoals ik, beter op de hoogte waren van sterrenkunde, om een soort, wat ze toen noemden, vervolmakingscursus te geven. Onder andere in het bedienen van kijkers, enzovoort, enzovoort. Dus eigenlijk een soort monitorenopleiding avant la lettre. Maar daar gaat Jeff. Daar gaan we even nog ietsje verder over hebben. Bedankt. Nu, dat was vakantiecursus. Je moet indenken, er is enkel die activiteit van VVS Antwerpen hier geweest, wat geresulteerd heeft in die cursus waar we het net over hadden. En toch zijn die plannen toen heel snel gegaan, want in de zomer, 29 juni al, zijn er 2, misschien 3 mensen van hier. Dat is Bonjean, die we net zagen als lesgever. Een collega van hem die ook bij Gevaert werkte, ingenieur Bollen, en mogelijk Van Gaal, onze stichter, hè? Maar of dat die meegegaan is, dat weten we niet, zijn naar Biebrach gegaan in Duitsland, naar Anton Kutter, om ten eerste die man zijn sterrenwacht te bezoeken, want Kutter was ook degene die de telescoop geleverd had bij Mira, Skispiegeler, en
ze zijn niet alleen naar Ginder gegaan, ze zijn niet alleen gaan kijken, ze hebben ook onmiddellijk een kijker, een 25 centimeter schiefspiegeler besteld voor de sterrenwacht hier. Dus die plannen waren, er stond nog geen toren, er stond nog geen gebouw hier, die plannen waren nog heel vers, maar toch werd die kijker al besteld in 1969. Voilà. En het krijgt stilaan vorm, want er wordt een vereniging opgericht zonder statuten op die moment, die dan Volkssterrenwacht van Antwerpen heet. Daarnet was het nog Volkssterrenwacht Antwerpen, nu is het al Volkssterrenwacht van Antwerpen. En Edwin heeft blijkbaar nog zijn eerste lidkaart bijgehouden, 69, 70, 50 frank lidgeld, maar omdat hem de cursus gevolgd had, moest hem dat zelfs niet betalen. En zoals Edwin er straks zei, dan waren er ook ideeën om voordrachten te gaan organiseren de vrijdagavonden over diverse onderwerpen. En dat is iets, Egon, wat jij er net ook aangehaald hebt, dat het idee van Van Gaal niet enkel was, er moet hier een volkssterrenwacht komen, maar we gaan een volksuniversiteit hier oprichten, waar lessenreeksen gegeven worden over allerhande onderwerpen. Er zijn er wel veel bij hier die relatie hebben met astronomie, maar als je dan toch ziet, antropologie, archeologie, geologie. Het was een tamelijk uitgebreid pakket van wetenschap wat hij hier aan bod wou laten komen. Nu, uiteindelijk, geologie zijn er wel een heel aantal lessen gegeven, maar de andere, denk ik, Egon, rond geneeskunde en dergelijke, dat is allemaal niet meer doorgegaan. Heel even homeopathie. Ja, dus heel even lessen over homeopathie, maar daar is het blijkbaar dan op gestrand. En is het specifiek richting astronomie, richting sterrenkunde gegaan. Voilà, dat is een voorbeeldje. Dat was, zoals iedere goede vereniging betaamt, komt er dan ook een tijdschrift. Dat was één gestenciel bladje. Eerste jaargang nummer 3 van november 1969. Waarbij de voordrachten van, het is niet erg duidelijk, maar de voordrachten van de vrijdagavond aangekondigd worden, over magnetisme, leren gebruik maken van de telescoop, een voordracht over archeologie en dan nog eens een keer praktijkles, leren gebruik maken van de telescoop. Dat was dan wel iets anders dan die brillenkijker van Edwin. Er stonden hier op dat moment al wel een aantal kleinere kijkers. Goed, februari 1970. We komen stilaan in dat tweede jaar van, wanneer is het nu gestart, 69 of 70. Begin 1970, die kijker is besteld, die moet natuurlijk ergens geplaatst worden. En dan komen de plannen van de toren. Dat is zoals die er zou moeten gaan uitzien. Komt van het plan van de architect natuurlijk, overgenomen op het tijdschriftje eerste jaargang nummer 6. En we krijgen ook al op die moment de nodige persbelangstelling, wat heel goed geweest, wat in het begin vrij veel geweest is en wat voor de groei van de sterrenwacht zeker een rol heeft gespeeld, dat we vrij veel goede pers gekregen hebben op die moment. Nu, de sterrentoren die groeit, die wordt gebouwd. Je moet ook weten, Van Gaal, stichter, was technisch tekenaar, architect van opleiding. Dus die coördineerde ook wel heel die bouw van de toren. Maar dan, is het nu 69 of is het nu 70? Wel, als we spreken over officieel de start van de VZW, dan is het 1970. De statuten zijn gedateerd 17 april 1970. En die statuten, ja, het is misschien moeilijker leesbaar, de eerste mensen van de Raad van Bestuur, maar de ouderen onder u kennen misschien de geschiedenis van Van Gaal en van de parochie hier nog, de kerk waar nu ons planetarium in komt. Dat was een heel, moet ik het zeggen, succesvolle kerk. Van Gaal als priester, zijn misdiensten duurden hooguit een half uur. Maar we zeggen dat was heel populair in de heel wijde omgeving. Waar we nu nog in een weekend één misviering hebben, had hij er toen op een weekend 8. Zaterdag en zondag. En die zaten vol. De volledige kerk. Niet de halve kerk zoals nu. De volledige kerk, die zaten vol. En
Ja, Van Gaal was een PR-man, avant la lettre, netwerk uitbouwen, contacten leggen en die contacten gebruiken, daar was hij enorm goed in. Zo had hij een aantal industriëlen verzameld in die raad van bestuur, die ook financieel wel wat konden bijdragen. Politiekers. We kunnen niet voorbij aan de figuur van Leo Tindemans en zijn echtgenoten, die hier qua kerkgang kind aan huis waren en waar Van Gaal ook wel beslag op gelegd heeft nadien. En bijvoorbeeld de statuten hier, die zijn opgesteld door Camille Paulus, de latere gouverneur van de provincie Antwerpen. Dus hij had overal in de bedrijfswereld, in de politieke wereld, had hij overal wel zijn pionnen zitten om dat ding dat hij hier uit de grond aan het stampen was, om dat te doen groeien. Juli, augustus 1970, we zijn een jaartje verder na de start, terug vakantiecursus en wat zien we? Dat een van de studenten van het eerste jaar, Edwin, die we net gehoord hebben, dat die hier al mee bij de lesgevers zit. En dat het niet alleen meer Bonjean is, maar dat we daar figuren als Stef Meilemans, Wim van Hest, de latere directeur, eerste directeur van de Sterrenwacht, die dan ook al in opgang maken. En niet te vergeten, wie hier al opduikt ook, is Charles Ramsdonk, ook in de zaal hier vanmiddag, die van in het begin van het eerste werkjaar al mee cursussen gaf en nog altijd lesgeeft, Charles, 50 jaar aan een stuk. Dus dat is een van de weinigen, denk ik, samen met Egon, die dat kan zeggen. Hier al 50 jaar lesgeeft. Dus de tweede vakantiecursus, 1970. Dus daar bij de oprichting van de statuten is besloten om de naam Urania te gebruiken. Naar de sterwacht van Anton Kutter in Biebrach, aan de Rijn in Duitsland, die ook Urania heette. Dus vandaar die naam. 31 oktober 1970 is het zover. De waarnemingstoren is af, wordt officieel geopend. Anton Kutter hemzelf wordt uitgenodigd voor de opening. Van Gaal hier. En ja, het triumviraat van de mensen die de boel toen draaiende hielden, dat is Charles, Egon, Herman Fornof, die de volgende jaren een heel belangrijke rol zal spelen. Ferdy Voet, de voorzitter van VVS Antwerpen. En dan Anton Kutter hier bovenop de toren, bij de kijker. Ja, en bij een opening hoort een receptie natuurlijk, met de nodige genodigden. Ik zei het al straks al, Van Gaal had zijn pionnetjes overal zitten. Tindemans, Frank Zwalen, burgemeester van Hoven. Armand Pien, uiteraard, die toen aanwezig was en toen al begon te ijveren voor eigenlijk moeten we zo'n volkssterwacht hebben in iedere provincie, waar dat die later wel zou inslagen. Voilà, receptie bij Pot en Pint, wat dat ons even ook nog te wachten staat. De Kutterkijker, zoals die er oorspronkelijk uitzag. Ik denk dat er één toevoeging op staat op de foto die Wim van Hester al bijgeplaatst had. Dat was hier, dit stuk, om fotocamera aan te bevestigen, dacht ik. Ook nog teruggevonden. De eerste jaarrekening, 1971. Werkten we met een budget. Het zijn Belgische franken, mensen, het zijn geen euro's. Hè? Ja. Met een budget van 127.309 euro. Belgische frank, hè? Belgische frank. Ja. Zeg het net nog. Ja. Waarvan? 29.100 aan lidgelden al. Boekhouding was toen nog iets eenvoudiger dan nu. 1972, volgende mijlpaal, want dan komen de gebouwen hier. Volkssterwacht Urania in nieuwe lokalen. Er wordt hier een cult in de parochie, een cultureel centrum gebouwd. Dat zijn dan de lokalen hier. Waar dat dan Urania zijn thuis krijgt, waar dat de twee leslokalen komen, waar de cursussen gaan gegeven worden. En ook weer op die moment, we zijn 2 jaar na de opening, wordt Anton Kutter terug uitgenodigd voor de viering en voor de opening van dat cultureel centrum. En een paar sfeerfoto's van hoe het er toen vroeger uitzag. Dat is wat nu de shop is, de Astro Shop, de inkom. Dat was de bibliotheek toen. Met hier, dat is nu een brede dubbele deur geworden.
Dat zijn ook al zaken die 50 jaar meegaan. De ronde tafels, dat zijn de tafels die nu nog in café staan hier. En ik denk, als we eens goed gaan kijken, de boeken die hier staan, dat Josefa die nog wel in haar bibliotheek heeft steken. De eerste leszaal, wat nu het auditorium is, wat we toen noemden de kleine leszaal, het huidige auditorium. Let op, er was nog geen vast bord. We hadden enkel een verrijdbaar bord. Aan de achterkant konden we daar wat pancartes op kleven. De andere kant was echt een krijtbord, wat met krijt nog geschreven werd. Hè. En dan de toenmalige lessenaar, zoals dat heette, hè, en de smalle tafeltjes. En let op dat er toen nog gerookt werd in de lessen. Hè. Overal de assenbakken op de tafels nog. Dat is al ietsje later. Dan hangt er uiteindelijk dat bord en het Baderplanetarium met de projectiekoepel. Dat is waar nu multifunctionele ruimte, tentoonstellingsruimte, die kant van het gebouw, hè, dat is later allemaal verbouwd. Dat was het secretariaat, hier ook, zicht op dat secretariaat, met hier nog de ingang naar de DOCA. Want er werd toen ook wel al wat aan astrofotografie gedaan, maar was nog niet digitaal uiteraard, hè, dus alles werd hier ter plaatse ontwikkeld, hè, in de eigen donkere kamer. 1972 ook al wordt er een grondige revisie gedaan van de Kuttertelescoop, die wordt volledig gedemonteerd. We zien hier Egon die bezig is met het reinigen van de spiegel. Wim van Est die de kijkerbuis terug aan het spuiten is. En alles dat gedemonteerd is, dat nadien via de draaitrap langs buiten terug naar boven gedragen wordt. Dus in 1972 al heeft die kijker een grondige revisie gekregen. En we blijven 1972, heel belangrijk jaar. En dat is de start van de eerste basiscursus. Egon, als ik dan even terug mag naar u overschakelen, de drijvende kracht daarachter, dacht ik, was toch wel Herman in het begin, en samen met jullie, maar... Er werden al heel wat activiteiten gedaan, sterrenkundige activiteiten, bezoeken, scholen kwamen op bezoek, dat was heel dikwijls op de vrijdagavond. Er waren ook andere dagen natuurlijk, maar er was bijna een vast schema op vrijdagavond, en dat was een soort open deuravond. Maar heel wat belangstelling kwam er vanwege de scholen. En veel leerkrachten kwamen met hun leerlingen op dat avondbezoek, vrijdagavond. En één van hen kwam heel dikwijls met zijn leerlingen. Iemand, dat was Herman, dus de derde man op de foto, Herman Vornhoff. Hij had heel veel belangstelling voor wat wij deden hier en vond dat het misschien niet slecht was om iets meer grondiger te werk te gaan en een geheel van cursus op te bouwen waarin de verschillende thema's die op dat moment in het nieuws nogal eens kwamen en in de lessen in de middelbare scholen werden gegeven, dat die allemaal werden aangehaald en in een groot logisch geheel geplaatst. Dat idee vond heel veel belangstelling bij onze toenmalige voorzitter Van Gaal en wij zijn ermee gestart. Enkele medewerkers van toen al zijn mee in die basiscursus gestart. Onder andere Charles Ramsdonke. En natuurlijk Herman kwam zelf mee die lessen geven. Ik denk dat Edwin ook vrij vlug mee gaan werken is. En sorry als ik iemand vergeet. In elk geval, die basiscursus is een basis, echt letterlijk een stevig fundament van onze sterrenwacht geworden. Want hij bestaat nog altijd. De basiscursus is nog altijd een van onze hoofdcursussen. Ja, uiteraard, Herman is daar zeker mee te vermelden als een van de starters van die cursus. Wat vooral moest gebeuren op dat moment was inhoudelijk te werk gaan op een wijze die, en dat is een boutade die ik zou willen gebruiken, die toen heel wat gebruikt werd. Leerlingen op de middelbare scholen krijgen heel veel wiskunde en heel veel fysica. En daar is natuurlijk niks mis mee. Maar wat wij hier van veel leerlingen hoorden, wij hebben driehoeksmetingen en wij hebben dit en dat. En wat kunnen we daar nu mee doen? Ja. Wel, wij kregen hier de kans om dat eens te laten zien, wat ze daarmee konden doen. En dat is een soort spreuk geworden die lang gebruikt werd. Wij gaan u laten zien
wat je met die wiskunde allemaal kunt doen. Hè. Onder andere afstandsbepaling in de sterrenkunde. Dat was gewoon de driehoeksmeting. Maar in de middelbare school werd daar nooit een ster bij gehaald. En nu gaan wij er hier sterrenafstanden mee bepalen. Dat was het basisidee. Idem met fysica. De leerlingen kregen in de middelbare school op een bepaald moment een heel uitgebreid vak, kosmografie heette dat. Daar zat zowat alles in, van coördinatenstelsels, wetten van Kepler en dat soort dingen. Maar daar iets mee doen, dat was iets moeilijker. Hier konden zij eens een keer echt een baanberekening doen. Een van de cursussen die later kwam, ging daar heel uitvoerig over. Hoe bereken je de baan van bijvoorbeeld een komeet? Ik denk dat het zoiets geweest is. Hè? Inderdaad, de start van de basiscursus. Hè? Wat nog altijd het fundament is van Urania. Hè? Alle cursussen die er nu gegeven worden. En ja, Egel, nog even, want dat is ook iets voor u. 1973, geen activiteit op de sterrenwacht zelf. Maar toch eigenlijk van belang voor het gevolg of voor het vervolg hier van de werking van de sterrenwacht. Dat was het Copernicusjaar, 500ste verjaardag van de geboorte van Copernicus. En sterwacht heeft daar een belangrijke rol gespeeld en heeft een belangrijk figuur aangebracht die wel wat betekende voor de sterwacht. Wel ja, dat Copernicusjaar dat werd al voorhand goed voorbereid, zal ik zeggen. Iemand die daar heel verantwoordelijk voor was, was Armand Pien. En Armand Pien was ondertussen al een paar keer hier geweest, was behoorlijk enthousiast over wat we hier deden. En een van de goede vrienden van Armand Pien is de man links onderaan in de foto, door die pijl aangeduid. Dat was een zekere Paul Bormans. Ik heb hem niet meer kunnen contacteren, ik weet niet eens of hij nog leeft. Maar in elk geval, die man was helemaal enthousiast over wat we deden. In elk geval, dat Copernicusjaar moest een heel jaar doorwerken. Er waren vergaderingen bij. En Armand Pien heeft toen er geëist, zal ik maar zeggen, dat klinkt goed, dat iemand van ons daaraan meewerkte. En dan heb ik dat in dat jaar mee gaan doen, samen met Armand Pien. Ook iemand die daar regelmatig binnenkwam was Bert de Loren, onlangs overleden. Niet zozeer in het comité zelf, maar wel als adviseur, als we iets moesten weten, echt voor specialisten, dan Bert de Loren gevraagd. Paul Bormans was wat men toen noemde, wij noemen dat nu kabinetchef van de minister van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur. En door onze medewerking aan dat Copernicusjaar en door het feit dat wij dan samen met Pien hier heel dikwijls aanwezig was en wij een goede beurt maakten, is de sterrenwacht wel echt een mooie vlucht begonnen. Enorm veel steun van de overheid, zal ik zeggen. Dus dat is ook zo gebleven. Maar dat jaar, denk ik, is onze grote sprong gemaakt. Ja. Dank u. Dus inderdaad iemand die dus heel belangrijk was ook voor financiële ondersteuning van de sterrenwacht later en steun van de overheid, hè, was die Paul Bormans, die er gekomen is dankzij de medewerking van de sterrenwacht van Urania aan het Copernicusjaar. Nu, Egon heeft er juist gezegd, Pien was heel geboeid en heel goed te spreken over al onze activiteiten hier. Hè, was in de wolken van wat wij deden aan popularisatie van astronomie, popularisatie van wetenschap. En hij was dan ook een jaarlijkse gast hier op de diploma-uitreiking. Hè. Dus bij het afsluiten van de cursus werden er getuigschriften uitgedeeld, hè, en werden de diploma's uitgereikt door Armand Pien. U ziet inderdaad hier Armand Pien naast Van Gaal en een nog jongere Gerard Bodifé, zonder baard, hè, op die moment nog. Hè, die toen ook al lesgever was van de sterrenwacht, hè, die mee ingeschakeld werd in de cursussen. Ja, in hetzelfde artikel, hè, Pien reikt diploma's uit aan cursisten, ziet je ook de ondertitel Radiotelescoop voor de Volkssterrenwacht. Er was ook ondertussen een werkgroep radioastronomie. We gingen een piloon bouwen. Charles, daar heb jij ook nog concreet aan meegewerkt, denk ik, aan die piloon. En gezorgd voor het materiaal. Ja, voilà. Het was niet alleen maar droge
wiskunde en fysica. En er werd ook de handen werden uit de mouwen gestoken hier. Voilà, je ziet Charles Antwerk hier. Edwin Antwerk met de, nodige, met de gevolgen van dien. Ja, je zegt handig of je zegt het niet. Voilà, en dan werd de piloon rechtgezet. En als je het even vergelijkt met de kraan die er nu staat voor de werken aan het planetarium, daar liggen er 10, 12 zware betonblokken op die kraan. Wat deed men toen? Er liggen daar een paar zakken cement op, om de kraan te verstevigen hier. Ondertussen, waren er niet alleen de cursussen, want ja, die cursussen die zaten goed vol. Die mensen zijn geïnteresseerd, die kunnen een tweede jaar die cursus blijven volgen, maar een heel aantal blijft plakken. Wat moeten die doen? Wel, stilletjes aan zijn de werkgroepen er gekomen, de werkgroepen gegroeid. Astrofotografie, meteoren, sterbedekkingen, dat zijn twee voorbeeldjes die we nog gevonden hebben in onze archieven. Een waarnemingsformulier van, denk van mezelf nog, ja, van sterbedekkingen, die hier waargenomen zijn in 1978. En dan van de werkgroep meteoren, waarnemingsformulier van Hans Verstappen, waar dat de waargenomen meteoren zijn ingetekend. Of de werkgroep astrofotografie. En Edwin, dat zijn foto's van u, dacht ik. Dus een maandfoto aan deze kant. Dat is dan een foto die zelfs de BRT gehaald heeft in het weerbericht van Pien. Pien heeft die laten zien. Een bedekking van Saturnus aan de donkere maanrand. Dus je ziet het planeetje Saturnus en de maanrand die er stilaan voorschuift. En waarbij uiteindelijk nog maar een stukje van de ring te zien is. Dus dat zijn mee van de eerste foto's die hier op de sterwacht genomen zijn. 45 jaar geleden dan, de eerste lustrumviering. Ik kreeg straks nog het voorstel van nu, waarom gaan we om de 10 jaar vieren? Waarom maak je er geen lustrum van? Dan kun je 10 jaar vieren, 10 keer vieren nu. Goed, nee. We hebben toen wel de 5 jaar sterrenwacht gevierd al. En ja, u herkent de sprekers, Egon, Armon Pien. En ook weer de genodigden in de zaal met bijvoorbeeld, ik had dat straks, de man die de statuten opgesteld heeft, Camille Paulus, die hier zit. En ondertussen Gerard Bodifee, herkent u hier ook. En een aantal medewerkers en mensen die er nu ook nog bij zijn. Ik zie daar een hele jonge Daniel Dielen zitten in de zaal. Dus, ja, de schooter, professor Kallebout, die de lezing geeft op die moment. Dus ook al aanwezig 45 jaar geleden, professor, op de sterrenwacht. En ook Anton Kutter, die uitgenodigd was op die moment weer. En dan in 1975... start van ja, wat nu de seminaris heet, maar wat toen de cursus voor gevorderden genoemd werd. Die dateert van 1975. Tussendoor ook toch wel het vermelde waard. We hebben dat al eens gezegd tijdens de uiteenzettingen over planetarium. Maar planetarium in de zoo dat in 1971 gestart is. Van in het begin was Urania betrokken partij bij de uitbouw van het planetarium. En al vlug zijn het bijna uitsluitend monitoren van Urania die alle voordrachten gaan geven in het planetarium in Antwerpen. En u ziet hoeveel mensen daarmee bereikt werden. 15.869 volwassenen, 10.340 jongeren. Wat dat ook wel van belang was voor de sterrenwacht, want daar werd natuurlijk ook reclame gemaakt voor Urania. Plus de werkgroep kijkerbouw en spiegelslijperij. Die zat in de kelders van het planetarium toen. En dan 1977, een traditie die start, die nu nog altijd voortduurt, tweede weekend van september, de open deurdagen. Zijn we mee gestart in 1977. Belangrijk jaar, dat gaat u dus even zien, 1977, want er zijn veel zaken voor de eerste keer gebeurd. Eerst de open deurdagen, geopend door toenmalig minister van Cultuur, Rika de Bakker, met ook weer ja, de genodigden. Tony de Tjee hier op de voorgrond, voorzitter, nationaal voorzitter van de Vereniging voor Sterrenkunde destijds. De rondleiding van de genodigden met mensen van Hoven, die misschien nog schepen van Dijk van Hoven herkennen, commissaris Bosmans van de gemeente. Het eigen werk, de foto die we er net zagen van de Saturnusbedekking hangt hier ook nog bij. Eigen werk van de werkgroep fotografie. 1977 ook, start van de cursus Weerkunde. En samen met die cursus Weerkunde, stilaan de Weertuin, achter de parking, die, u ziet, er staat nog niet zoveel in de Weertuin, maar die stilaan groeit. En dan ook, en dan wil ik misschien Werner
even vragen om hier een beetje toelichting bij te geven. Start van de eerste jeugdcursus. En dat is toch wel een van de pijlers van Urania nu ook. Dat is de jongerenwerking. Hè. En iemand die er van in het begin bij was, u ziet hem hier staan. U herkent hem misschien nu van voor. Hè. Werner Hamelink, die er van in het begin bij was. Van in het begin, inderdaad, zelfs van net iets vroeger. We zagen er net die lustrumviering. En ik was toen nog een klein mannetje. En ik kwam af en toe al eens tot de sterwachter voor ook al. Ik vond dat gewoon boeiend, een sterrenwacht. Wat dat was, dat besefte ik waarschijnlijk niet toen, maar het sprak mij aan. En u zag op die lustrumviering allemaal mannen, mooi, dames ook, maar mooi opgekleed kostuum, ernstige personen, wetenschappers, universitairen enzovoorts. Maar er stond ook nergens op dat maar vanaf een bepaalde leeftijd was. Dus op een of andere manier was ik daar binnengesukkeld en ik zat ook in die zaal. En tot dan toe alles goed. Maar wat gebeurt er dan? Is er toch wel een voordracht van professor Kallebout zeker? En ik was gebeten. Zo boeiend, zo fascinerend, die sterrenkunde, dat liet me niet meer los. Dat betekende dat ik naar de sterrenwacht bleef komen, maar er was nog niks voor jeugd hier. Je hebt altijd gezien, we starten dan met de cursus voor de gevolgden, voor de basiscursus. Moest je minstens 15 jaar zijn, ik was nog maar 13. Dus ik heb 2 jaar moeten wachten. Geen andere oplossing dan, als je toch wil komen, vrijdagavond, want dan mocht iedereen komen, dat is nog altijd te komen. En toen waren er vooral de voordrachten van Frans Bonjean. Ook niet veel beter om van de microben van sterrenkunde af te geraken. Was in mijn ogen toen zo'n Einstein-achtige figuur. En die, week na week, kan dat... Nu kan je dat moeilijk begrijpen als volwassene, maar als kind maakt dat niet uit van iedere week hetzelfde terug te horen. Dat was boeiend en ik bleef daar hangen. Maar dan eindelijk de basiscursus gevolgd en dan was het gedaan. En die basiscursus en wat nu? En toen ging ik, Egon was toen directeur, naar Egon. Hij herinnert aan hem meer, maar ik wel. Ik kon vragen, wat nu? Wat kunnen we hier nu doen? Ho, er is hier nog heel veel te doen. Ja, daar stond ik dan. Dan moest u beginnen met heel veel. En dat bleek ook veel te zijn. Want er waren een paar jonge mensen die er nog rondliepen. Die waren net iets ouder als ik. En dat was onder meer hier aanwezig Mark Gijsens. Maar vooral ook Hans van Stappen. En in de zomer met nog een paar andere jonge mensen hier begonnen we met het voorbereiden van de eerste open deurdagen. En dat lukte, wat knip- en plakwerk enzovoorts. Maar de jeugd bleef hier hangen. En er was nog niks voor de jeugd. Maar wie er ook was, was Roos. En Roos, samen met Theo Gijs, die ondertussen overleden is, maar in het secretariaat, die wist vooral Hans op dat moment te motiveren om iets te doen voor de jeugd, voor de jongeren. En in die zomermaanden, hij had toen net het middelbaar achter de rug, hij ging universiteit gaan doen dan, en bereidde hij de cursus voor de jeugd, de jeugdcursus. En die zou dan starten het jaar erop. Ik had toen net de basiscursus gedaan en we zijn onmiddellijk gestart en dat had een succes, want er was blijkbaar toch veel interesse in de omgeving, een klein beetje reclame en van het eerste jaar zat die jeugdcursus vol en dan werden er natuurlijk ook lesgevers gezocht bij de jonge mensen. Hans heeft toen de meeste lessen gegeven, Mark heeft er ook al gegeven, ik heb toen ook al een lesje beginnen geven en wat is er beter natuurlijk voor de jeugd dan om zelf les te geven, dan moet je ten eerste het vak leren en leer je ook lesgeven. En zo was die jeugdcursus onmiddellijk een succes. En na die jeugdcursus, wat dan als een vervolg? Wel de basiscursus. Er was ook beslist om geen tweede jaar te doen, maar dat werden dan de seminaries. Ieder jaar opnieuw, maar altijd andere thema's. Wel, voor de jeugd werd er gekeken naar wat er op dat moment in Vlaanderen al aanwezig was. Dat was de JVS, de Jongerenvereniging voor Sterrenkunde. En die hadden zo verschillende kernen. En zo zouden wij ook een JVS-kern kunnen worden en zo een jeugdwerkgroep oprichten. En dat was onmiddellijk een schot in de roos, hè, want alle jeugdcursisten stroomden toe, anderen kwamen er naartoe en binnen de kortste keren waren wij de grootste jongere jeugdwerking in Vlaanderen en zijn dat ook gebleven. Hè. Als we naar de JVS-dagen waren, dan waren er 2, ofwel al de rest van al die kernen en de andere helft dat was Urania. Dus dat moest dan ook een naam krijgen. Ja, JVS Urania, dat was iets, maar we moesten toch een eigen naam krijgen. En er werd dan gezocht en het idee was van Urania, Uranus. We weten wel, de naam Urania komt van de muze van de astronomie. Maar de naam van de planeet die er dichtst tegen ligt, is toch Uranus. En dan een beetje kijken naar de manen van Uranus. Ja, Ariel, dat klinkt zo wasproductachtig, dat was geen goed idee. Umbriel, dat was misschien toch ook niet wat. Titania,
misschien er ook wat over, maar Oberon, de elfenkoning, dat leek te klikken. En dat was een goede keuze. Hè? Oberon heeft dat ondertussen gedaan en bestaat nu ook al meer dan 40 jaar. Dat werden dan de werkgroepen. Zaterdag voormiddag van 10 tot 12 was er de jeugdcursus. En vanaf het tweede jaar was er ook op dat moment de werkgroep. Oberon. Maar die was zo groot dat die al onmiddellijk van het begin moest gaan opsplitst worden in specialiteiten in verschillende werkkringen. En ook wat er ondertussen al bestond in Vlaanderen bij de JVS-kernen, was in de zomer dan een kamp. En hier zie je foto's van het eerste Oberon-kamp. Dat was op Drie Boomkesberg. We gingen altijd zoeken naar plekken waar het nog donker was. Op dat moment was het daar nog donker in Oostmaal. Vandaag de dag is dat ook al niet meer wat het toen was. Toen was het trouwens ook nog een pak donkerder in Hoven. Toen kon je nog serieus aan sterren kunnen doen. Nu met de nieuwe technieken ook weer natuurlijk, maar dat is een ander verhaal. En hier zie je er nog een aantal opstaan. Nog een aantal mensen die zelfs nog op Urania zijn. Helemaal rechts nog Luc van Beek, die ook geregeld nog de bibliotheek doet hier. Dus toch heel wat van die mensen zijn gebleven of komen sporadisch of tijdens open deurdagen nog een keer langs. Te veel nu om die allemaal op te sommen. En zo was er eindelijk iets voor de jeugd op Urania. En ze is niet meer weg te denken geweest. Dus ja, Dirk, een beetje ben jij er toch ook mee schuld aan. Hè? Dat de jeugd is hier blijven plakken. Of dank aan. En nog een heleboel anderen die dat mogelijk gemaakt hebben. Zo. Dank u wel. 1977, we hebben al gezien, start van de cursus Weerkunde, start van de cursus voor de jeugd. En volgens de krant ook, start van de eerste cursus Letterkunde. Ik heb eens rondgevraagd bij de oud-gedienden. Niemand die zich dat kan herinneren, dat die ooit gegeven is. Dus met moderne middelen kunnen we concluderen, fake news. Ook nog in 1977 krijgen we nogmaals, dat zal de laatste keer zijn, bezoek van Anton Koeter uit Duitsland, die dan ook de jeugdcursus komt bezoeken. Op zaterdag voormiddag bezoek brengt aan de jeugdcursus die bezig is. En de open deurdagen, ik zei het net, 1977 was de start en dat is ieder jaar doorgegaan. Er zijn een paar sfeerbeelden van de open deurdagen, de 1978. 1979, 10-jarig bestaan, dan is er een quiz georganiseerd. Ja, ik was er ook bij, ik herinner me er niet zoveel meer van, maar quizmaster was, dacht ik toen, Herman Fornof, met Armand Pien in de jury en Jean Meeuws van Vereniging voor Sterrenkunde en Gerard Bodifay en Egon, die de jury vormden. En zo zijn we aan het einde van die 10 jaar, die eerste 10 jaar van de Sterrenwacht. En ik heb tot slot, het uurtje voorziene uurtje is bijna om, nog een paar losse sfeerbeelden van medewerkers van vroeger en nu, die we teruggevonden hebben. Vraag is, herkennen we ze? Dat is de man van daarnet, Werner Hamelink. Onze voorzitter, Mark Gijsens. En als ik me even Ivo Verlaakt. Dat vond ik wel een heel treffende. We mogen blij zijn dat we onze voorzitter nog hebben hier, want hij heeft ooit andere plannen gehad. Suske en Wiske en anderen op Mars. Maar blijkbaar heeft hij dan toch gezegd, er is hier zoveel werk op de Sterrenwacht, ik blijf maar hier. En Mark Gijsens is hier gebleven en is hier nog altijd als voorzitter. Mark Derwil, de drijvende kracht achter ons planetariumproject. Roos, die als ouderdomsdeken vandaag, 89 jaar, die hier aanwezig is, die de eerste 10, 12 jaar toch heel actief geweest is in het secretariaat. Alle contacten met de overheid, briefwisseling, vragen voor subsidies, al wat dan maar kon denken van administratie, kwam bij Roos terecht. Edwin, hebben we al aan het woord gehoord, hier druk aan het werk met het tekenen van de diploma's. Gerard Bodifay, ikzelf, toen les aan het geven over het waarnemen van sterbedekkingen. Hans Verstappen, starter, bezieler van de jeugdwerking, van de jeugdcursus. Didier van Ellemont. Guy Marien, ook aanwezig hier, dacht ik, vanachter in de zaal. In een iets minder comfortabelere pose dan nu. Herman Fornof, we hebben het ook al over gehad. We hebben nog altijd niet achterhaald wie die karikatuur getekend heeft. Het moet een van de cursisten geweest zijn, maar geen idee wie dat gedaan heeft. Ook tijdens een van de open deurdagen zien we ook weer Roos en dan Annemie Vrijken, die ook heel lang secretariaat en bibliotheek gedaan heeft. En
zoals nu nog altijd gebeurt, wat deden de cursisten na de les? In café gaan zitten en babbelen. En dat was toen inderdaad ook het geval. Dat was het café, cafetaria, zoals het er vroeger uitzag, met de biljarts nog hier op de hoek. Zie je die nog staan? En dan ook, ja, ik denk Roos en haar vader die erbij zitten. Dus hier Roos en haar vader, Wim van Est, directeur toen. En tot slot, ja, de belangrijkste zaken. Onze kijker en onze stichter, Hendrik van Gaal, en de Kuttertelescoop. Maar dat is maar de eerste 10 jaar, dus er volgt nog heel veel. Er volgen nog 40 jaar, waar dat we in een van de volgende gelegenheden, en zeker ook tijdens de Open Deurdag, nog een keer aandacht aan gaan besteden. We hebben bezoek van de koning, bezoek van Boudewijn, bezoek van monseigneur Daneels, Dirk Vriemout, die bezoek was, de Chinese delegatie, die bezoek was. De start van de eclipsreizen, de 50 autobussen op weg naar Noord-Frankrijk in 1999. Dus daarover allemaal meer in een volgende viering. En met ons logo van 50 jaar Urania wil ik u allemaal danken voor uw aandacht. Moesten er nog opmerkingen zijn van mensen die er toen bij waren, die zeggen dat en dat zijn ze vergeten, of mensen die nog vragen hebben... We lopen hier nog allemaal rond tijdens de receptieservice, dus u kan ons altijd aanspreken. Bedankt allemaal. Tussen u.